Ik geef heel graag advies. Zelfs ook ongevraagd. Eetje, dit vind ik moeilijk. Mijn kind slaat andere kinderen in de zandbak. Kijk, als hij 14 is, is het natuurlijk problematisch. Maar als hij 2 is, dan is het gewoon een fase. Het gaat ook wel weer voorbij. Dus laat gaan. En in deze fase is gewoon blij dat hij degene is die uitdeelt en niet incasseert. Ik wil salarisverhoging, iedereen, wie niet? Ik wil salarisverhoging, maar mijn baas houdt het al 2 jaar af door te zeggen dat ik me nog moet bewijzen. Wat kan ik zeggen? Gewoon zeggen van, hé, luister, probeer dit al een tijdje aan te kaarten. Je luistert niet. Ik denk dat ik dan verder moet gaan kijken. En dan ga je merken of hij jou echt nodig heeft of niet. Want dan gaat hij zeggen, ho, 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 nee, ga zitten, alsjeblieft, wat kunnen we praten, secundaire arbeidsvoorwaarden, wat kan ik voor je doen? En als hij dat niet doet, heeft hij je sowieso nooit gezien en dan moet je sowieso piek aan gaan. Volgende vraag. Ik hoor mijn buurvrouw 5 keer per week seks hebben en ik kan er niet door slapen. Wat kan ik doen? Je bek houden. Let the woman live.